Hey, hallo, allemaal. Gaat dat ook zo goed met jullie? Ik vraag het me af. Hoe kan je koken? Je hebt dat oude gezeur, hè? Van mijn grote broer. Onze vader in de hemel zei het, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, geschieden, gelijk in hemels op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat slaat nergens op. Dat moet je zien in de context. Tegenwoordig moet je zeggen, geef ons wil tot koken. Of als je diets spreekt, geef ons wil tot kok. Zonder meervoud. Dat is diets. Geef ons wil tot kok. Ga op zoek naar jouw wil tot koken. Ga op zoek naar jouw wil om orde te scheppen. Uit wat eigenlijk? Orde uit orde? Dat lijkt me niet zo noodzakelijk. Je moet orde scheppen uit chaos. En koken is dat je chaos inkoopt. En dan is er orde. Je kan ook oude auto's gaan repareren. Of oude fietsen. Levend maken, werkend maken. En dat maakt niet uit. Je kan ook buurtconciërge worden in Klarendal. Maar dat liever niet, want dat doen wij al. Ik en mijn collega. In Klarendal, ik ben buurtconciërge in Klarendal. Daar is chaos. Mooi zo. Dan gaan wij het opruimen. Stuk voor stuk. In de pan hakken, heet dat. Van de rotzooi. Ordo ab chao. Je kan het hebben over de coronacrisis, Hugo de Jonge, en dat de vader van Hugo de Jonge een jappenkamp, de familie van Hugo de Jonge, een jappenkamp verleden heeft. En dat heel toevallig Mark Rutte zijn familie ook. Nou, de jappenkamp staat niet gelijk aan Auschwitz. Wat een redelijk vredige gemeenschap was. Nou, iedereen ging dood, hoor. Maar Auschwitz was ook voor die Britten die dan gevangen genomen waren, die werden ook naar Auschwitz gestuurd. Dat was ook een, weet het ook weer, enemy, prisoner of war, POW. In Auschwitz hadden ze een zwembad en een supermarkt en een eigen valutasysteem. En ook creativiteitsdingen met dat je schilderijen mocht maken. En een supermarkt. Ja, wat een malach, man. Ja, arbeid mag vrij. Hè. Dat was niet zo in die jappenkampen. En als je over die dingen gaat nadenken, en dan ga je zeggen, ja, maar Perry, maar Auschwitz, het was toch Adolf Hitler? Nee, Adolf Hitler was een pion. Een symbool.
Als een dambo. Meer niet. Met die andere dambo. Jozef Stalin. En Winston Churchill. Kerkheuvel. Winston Kerkheuvel. Dat is ook hetzelfde. En dan Franklin Delano Roosevelt. Was er ook een. De hele Tweede Wereldoorlog was een scam. Een hoax. Een zwendel. De Tweede Wereldoorlog was zwendel. Ze zeggen wel eens, ja, in tijden van oorlog worden de grootste technologische vooruitgangen gemaakt. Ja, vind je het gek? Het gaat om de poen. Kunnen we het gaan hebben over vaccinaties? En dat het woord vaccinatie afgeleid is van het woord koe. Maar ik ben geen koe. Le vache qui rit? De koe die lacht? Ik ben geen koe, man. Ik ben een mens. Ik zorg voor mezelf. En jij ook. Ik werk voor mijn vader. En ik beur... meer dan 1700 euro in de maand. Ja. En dat betekent dat ik mogelijkheden heb. Zijnde een man alleen. Heel veel mogelijkheden. Nou, recepten, daar gaat het om. Wat is koken? Regel 1. Aardappels zijn groenten. Rijst niet. Aardappels wel. Als je rijst maakt, is het belangrijk om die goed gaar te hebben. Dat geldt voor aardappels ook, bij de weg. Een rauwe aardappel, daar word je niet vrolijk van. Rauwe kool, idem dito. En gras ook niet. Het vult de maag. En daarmee is het geweest. Dus vandaar heb je de noodzaak tot koken. En nee, we gaan geen gras eten. De zaden van het gras. Dat is rijst, bijvoorbeeld. Of ja, de brood. Dat kan je eten. Daar moet vuur bij. Als je varkenslever eet, daar hoeft geen vuur bij.
Je kan varkensnever kopen. Dan snij je in dunne plankjes. Beetje, ja, wat je maar wil. Beetje zout, beetje peper. Dat heb je gehad. Vurkje erbij. Dat is Limburgs. Vurk. Een vork erbij. En met een vork doe je varkensnever opeten. En goed kauwen. En proeven. Het is lekker, jongen. En je kan zeggen, ja, maar daar wil ik wel een uitje bij of zo. Ja, dat kan wel. En dat hoeft niet. Nee, je kan zo'n varkenslever even aanbraden. Oké, okay, dat kan wel. Maar het hoeft niet. En met kippen. Met kip, die kippenborsten. En mensen zijn er bang van, ja, maar kip, dat is salmonella. Ja, maar salmonella zit aan de buitenkant. Als je een kipfilet neemt, hè, en die spoel je af onder de koude kraan. Koude kraan. Hè, spoel je hem af. Alles wat maar een beetje vettig voelt of zo, daar zit die salmonella in. Ja, die spoel je eraf. Dus je maakt de kipfilet salmonella vrij. Want er zit geen salmonella in een kip. Die zit aan de buitenkant. Dus je maakt die kipfilet mooi schoon onder de koude kraan. En dan gaan we, zoals Al Bundy zei, laat ons stenen. Petrus. Let us rock. En wat doe je er dan mee? Nou, ik zou zeggen insmeren met ja, wat je maar wil. En dan in de oven. 160 graden. En niet te lang. En hou die binnenkant van die kippenborst rosé. Laat je angst achter je. En proef het, hoe lekker het is om zo'n kippenborst. En dan die buitenkant. Dan moet je zelf maar kiezen. Je kan richting de curry gaan. Je kan richting paprika gaan. Je kan richting een combinatie gaan. Je kan ook richting de groene kruiden gaan. Het maakt geen flikker uit. Je maakt die kruiden en een olie, gewoon slaolie van Albert Hitler. Adolf Heine. Aha, snap je het wel? Hè? Maar dat maakt niet uit, man. Je maakt een lekker papi. En een vers uitje erin. Wat je maar wil. Inkoppertje, uitje. Uitje is altijd lekker, man. Dan moet je maar kijken. Gember is dus inkoppertje. Maar je moet het wel kiezen. Ga je voor de oregano of ga je voor de gember? Of ga je voor oregano en gember? Nou, you gonna knock your socks out. Je kan ook nog gaan voor de anijs. Dat is ook lekker. Oei. Anijs op zijn tijd. En de sterrenanijs. En dan maak je zo'n papi. En dan smeer je dan die kippenborsten mee in. En dan in een ovenschaaltje. 160 graden. 20 minuten. 20. Dus de oven voorverwarmen. 160 graden. 20 minuten. Meer niet. Want anders is die hele kipfilet van binnen totaal wit geworden.
Ja, dan kan je net zo goed als Charlie Chaplin je schoenzolen op gaan eten. Dat is lekker, jongen. En dan zo'n kipfilet in de oven. Het is zo simpel. Je kan alle kanten uit mijn kraden. Als je die kipfilet van tevoren even schoonmaakt. Met koud water. En alles wat maar een beetje slijmerig is. Veeg het weg met je vingers. En maak die kipfilets gaan. Onder de koude kraan. Ja, de papje lekker klaar. Wat ook leuk is om dat papje te mioteren, zo heet dat. Dat je uit je even bakken met curry. Nou, dan moet je dan de curry, hè? En dan maak je er een lekker prutje van. En dat, daar smeer je die kipfilet mee heen. En dan wees niet te zuinig met die chilipoeder. Maar dat is één manier om het te doen. Je kan ook de zachte manier kiezen met rozemarijn en thym. En, ja, wat wil je maar. Dus volgende week bij Sisa. Ik ben daar de vaste kok. Op vrijdag. En dan gaan we restjes eten. Nou, dat moet je kunnen doen. En je moet snappen dat je moet koken voor mensen alsof je zelf honger hebt. Want dat je denkt, nou, als ik honger had, dan zou ik dit willen eten. Snap je? Dat is de kunst van het koken. En recepten. Ja, ze zijn er zoveel. En niet op te noemen. Linzen. Wat je nodig hebt is linzen en kippenbouillon. Of je gaat heel vreemd en dan doe je gewoon bouillon. Als je helemaal geen centen hebt. Maar je maakt linzen. En dat doe je door ui en gember en koriander. Die gaan erin en dan gaan de linzen gaan erin. Dat vind ik dan lekker. Die linzen eventjes een beetje meebakken met die uien. Dat die linzen een beetje wennen aan de... Oh, feeling hot, hot, hot. En dan huppakee. En bouillon erbij. En die bouillon, die moet kokend heet zijn. En niet het mengsel afkoelen met koud water. Nee. Een voortplantend hete bouillon erbij. En dan is de truc dat je herinnert dat je op tijd moet opstaan om nog even door het pannetje te roeren. En rijst erbij. Dan ben je klaar. Je kan er ook een soep van maken. Dan heb je geen rijst nodig. Alleen maar linzen. Dan ben je ook klaar. Het is best heel makkelijk. Je moet leren om een ui en gember en koriander en komijn, om dat op te warmen in de juiste volgorde. Dan het vuur iets hoger, zou ik zeggen. Dan gaan die linzen erbij. Die linzen zijn koud. Dus
En dan ga je goed die linzen door dat uienmengsel met knoflook en gember en koriander en komijn. Doorschippen, doorschippen, schip, 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 schip. En dan komt de final solution. Moet dan die endlösung. Een anderhalve liter van die hete kippenbouillon erbij. Of een andere bouillon die je maar kan krijgen. Van die blokjes. Ja, je kan ook duur gaan. En die, nou, ik maak mijn eigen chicken broth. Want dat is het woord, hè? Chicken broth. Ja, moet je zelf hebben. Of je gaat goedkoop. Handig is het als je wat korianderblaadjes achter de hand hebt. En niet iedereen vindt dat lekker. Dus pas ermee op. En voor de mensen die het lekker vinden, ja, is het een inkoppertje. Vers korianderblad. Als laatste. Op mijn werk. Ik kook op mijn werk. Ik ga ermee experimenteren. Op vers korianderblad. Cilantro. Op zijn Spaans. Veel mensen vinden dat smaken naar zeep. Dat vind ik ook. Ik hou van zeep. Ik hou van hashemayim. De reiniging. Als je aan mij vraagt, Piggy, welk karakter in een film vereenzelvig je ermee? Hè? Nou, met dat beest van die film van Ridley Scott, de Alien, daar heb ik medelijden mee. Ik kan bijna janken. Dat donkere meisje in The Ring. Ja, die heeft mijn medelijden. Dat moet ik halen. En dus Harvey Keitel. Zijn rol in Pulp Fiction. The Cleaner. Dat zegt verder niks. Ik zeg je eerlijk hoe het zit. Vanuit mijn perspectief. En zo denk ik erover. Er moeten recepten uitgewisseld worden. En dan niet van die recepten met 1,3 theelepel van de JDTPI. Nee. Er zijn 30 padvinders. Midden in de nacht, na een spoor dingenstocht. Die hebben allemaal honger en het enige dat we hebben, dat is karton en kranten. En wat gaan we doen? Een bizar voorbeeld, ik snap het wel. Nou, vandaag bij Koningsjacht heb ik dus lopen koken en ja, geen parmezaanse kaas en andere dingen ook niet. En hoor je mij zeuren?
Nee, natuurlijk niet. Ik kook. Je moet basisprincipes leren. Uien kan je karamelliseren. Natuurlijk kan dat. Maar dat hoeft niet. Met spek. Ik had gerookt spek. Verdorie. Ik vind dat zo klootspullen. En je kan het bakken wat je wil, maar je blijft die rook. The roof is on fire. The roof is on fire. We don't need no water. Let the motherfucker burn. Burn, baby, burn. Wat zeg ik? Motherfucker. Burn. Dat is zoiets. Ik hou niet van gerookte. Takken, man. Het kan wel. Ik wil niet zeuren. Maar als ik vraag om gewoon buikspek en ik krijg gerookte blokjes. Dan gaat mij de pis mee af. Hè. Dan word ik boos. En die kuthoer die dat mij in de maag gesplitst heeft. Want zij wist wel degelijk wat ik wilde. En ze dacht, ha, wij gaan Perry even pesten. Nou, ik weet hoe het zit dan. Haar is een korter leven beschoren dan dat van mij. Want haar leven is eindig. En dat van mij niet. Burn, motherfucker. Burn. Ik hou niet van gerookte muik. Maar je kan het lekker vinden. Hoor. Gerookte kaas vind ik wel tof. En zelf roken, ja, dat is wat anders. Het kan lekker zijn. En waarom eigenlijk? Dat is zoveel moeite. Die makreel bijvoorbeeld, hè? Dat is best lekker hoor. En dat heet dan gestoomde makreel. Maar het best lekker. Lekker vet. Dat is een peppersan, bijvoorbeeld. Een peppersan, dat is een makreel. En rijst. En wat komkommer erbij. Hoppa, ik verstik me. Oh man. Er zit bier in mijn longen. Nou, dat komt wel goed. Een peppersan. Dat moet je even opzoeken. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat is hete makreel. Ja, how hard can it be? Ja, recepten uitwisselen. Dat moet je even opschrijven. Dat is Isaac. Heb je een pennetje bij je? Isaac, Nico, Theodor, Eduard, Richard, Nico, Eduard, Theodor. De internet. Dan kan je zo vinden hoe je een peppersan moet maken. Dan doe het dan. Heb het lef. Met kemiri-noten. En als je die niet kan krijgen, ja, dan maar wat anders. Maar je kan er wel een peppersan maken.
een voortplantend hete makreel. Die makreel, dat is echt super simpel. Je hebt die makreel, die darm en al die poep van de makreel is er al uitgehaald. En je kan het ook zeggen, dat maakt me niet uit. Ik koop van die vieze makreel en dan doe je zelf de poep van de makreel eruit. Haal die darmen van de makreel eruit. Zo fatsoenlijk, hè. Geen poep op tafel zetten. Dat strontkanaal. Nou, en dan stop je het helemaal vol met kruiden. Dan flikker je voor een tijdje in de oven, ingepakt in zilverpapier. En dan komt het eruit en is die gaar. En dan vouw je dat zilverpapier open. En dan iedereen een kommetje met rijst. En met je handen kan je die makreel plunderen. Plunderen, zeggen ze bij de IKEA. Van een makreel. Wat denk je dan een makreel kost? Een mackerel. Het kost helemaal niks. Je kan zeggen, ja, ik wil met gerookte makreel. Dat is ook best. Ja, gestoomde huppeltje pup kan ook. Of je neemt de verse makreel. Wat maakt dat? Vol pompen met die shit. Zilverpapier eromheen. In de oven. Hoppakee. Ja, en kijk maar op internet hoe je het moet doen. En hoeveel makrelen per persoon. Ja, meestal heb je dan één makreel per twee personen. Denk ik. Voor de zekerheid. 1,75 makreel per twee personen, als je veel personen hebt. En dan wordt een komkommersaladetje bij. Ja, dat lijkt me heel lekker. En voor de rest helemaal niks. Ja, Duitse witte wijn. Maar Duitse witte wijn is altijd lekker. Dus dat heeft niks te maken met peppersanden. Ja, toch. Als hij maar goed heet is. En dat je denkt van oei. Nou, dit is heet. En lekker veel rijst. Gewoon basmati rijst. Ik leer die truc nu ook hoor. Je rijst, je hebt dat geheime recept. En, ja, je moet je rijst in een pannetje. En dan moet je zoveel vingers erboven. En dan is het allemaal helemaal klaar. Dat is helemaal niet waar. Een basmati. Een hele bak water. Dan ga je de rijst in koken. En op het juiste moment al dat hete water eruit. En dan met je omgekeerde pollepel. Dat heb ik van een indouwen. Met je omgekeerde pollepel maak je gaatjes in die rijstmeuk. Voor de ontluchting. En dan laat je hem nog even nastomen. Dan heb je een mooie droge rijst. Helemaal uitgestoomd. Ah, je kan ook gaan voor die natte rijst. Rijst heb je nodig. Want die peppersan, als jij hem goed maakt, is dat zo gadverzakkenzijd. De komkommer heb je erbij en ja, een tomaatje is voor de hand liggend. Hè? Dan moet je zelf maar kiezen. De ene keer ga je voor tomaat en de andere keer voor komkommer. En dan ga je een keer voor tomaat en komkommer en vers gesneden ui. Wat maakt het uit? Je moet houden van de mensen. Waarvoor jij kookt. Op mijn werk zijn er rare gedachten. Dat is een vrouw.
die ziet wat ik doe. En ik vind haar heel mooi. En ik denk nou, als ik nou eens een spermadonor word. Met een contractje erbij. Voor, ja, wat kan ik missen in de maand? In het begin, ja, de eerste 9 maanden redt ze zichzelf wel. Maar dan kan ik wel... ja, 100 euro per maand, dat moet kunnen. Dus als ze dan baart, heeft ze 9000 euro. Als eerste donatie. Zij is een mooie vrouw. Van karakter. Een brutale aap. Die vriendelijk doet. Dus ik was vandaag aan het koken. En ze zei, oh, jij ruimt de keuken op. Ik zeg, ja, dat is de afspraak. Ik ruim de keuken, ik kook. Jullie doen de afwas. En ik ruim de keuken op. Ik werk ook als buurtconciërge. Doen we ook koken. Dan moeten we ook afwassen. Op HK22 niet. Dan doen andere mensen maar de afwas. Oh, zei ze, wat lief. Ik ben niet lief. Ik ben meedogenloos. Persoonlijk hou ik niet. Vanuit mijn perspectief hou ik niet van medelijden. Een soort antichrist. O Heer, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. Nou, dat zal je mij niet horen zeggen. Nooit niet. Never niet. Als perspectief. Maar goed, het ging om recepten. Abuna Gosht. Dat is een geweldig recept. Het is gebakken vlees. En gebraden vlees. Op zijn Indiaas. De entree is simpel. Uien, knoflook en gember. 5 minuten. Dan gaat er korianderpoeder bij. Komijn en kurkuma, geel wortelkruid. Dan is het vuur laag. Dan hebben we een bed gemaakt. Ja, een chilipoeder naar keuze. Grapje. Je kan ook een boenekorst maken met witte peper. Als je, dat kan ook. Dat maakt geen donder uit. Zwarte peper. Chilipoeder. Dat is wel erg lekker geworden bij. Ik kan ook een mix maken. Dat ik denk van, ja, ik wil niet van die chilipoeder. Ik wil ook een beetje zwarte peper. Ik wil een beetje witte peper. Zoals Hugo de Jonge zei. Hou je bek. We beginnen met chilipoeder. En daarna mag je gaan variëren.
Nou, dan lijken die kruiden 2 à 3 minuten lekker bij die uien en die gember en die knoflook. En dan hebben wij schapenvlees. Dat is mijn favoriet. Gewoon schapen. Je kan zeggen, ja, ik eet alleen maar lammetjes. Ja, ben je islam of zo? Gewoon schapenvlees. Geen gezeik. En het schapenvlees, dat gaan we als eerste 7, 8 minuten roeren bakken. Op half vuur. Want anders verbranden die uien. Dan gaan die uien karamelliseren. Dat is ook leuk, dat kan je ook doen. Dat is een andere weg. We doen dat koude vlees bij die uien. Gember en die kruiden. En al dat chilipoeder. Gaan we bijna 10 minuten roeren bakken. Nou, dan komt al het vocht komt eruit. En dan gaat het deksel op de pan. En dan gaan we bijna een half uur pruttelen. Bijna een half uur. Het ligt eraan. En zorg ervoor dat er niet gekarameliseerd wordt. No burn baby burn disco inferno. Met een houten lepel en ook in die hoekjes. Goed schapen. Hup, deksel erop en door laten pruttelen. Net zolang tot het meeste vocht verdampt is. En als het vocht verdampt is, dan doen wij het vuur op hoog. Voor bijna 5 minuten. En kijk maar hoe lang je het volhoudt. En dan het vuur weer omlaag. Dan gaan we nog. Blijven we roeren bakken. Bak. Is gebraden vlees. Burn baby burn. Disco inferno. Gebraden vlees. En dan komt de final solution. Die eindlösung. Dat is water met zout. Heet water. Met zout. En daar kun jij bij doen wat je wil. Aardappels kunnen erbij. Champignons kunnen erbij. Van alles kan erbij, man. Maar dat hoeft niet. En dan een uur lang pruttelen. En dan maak je hem af met verse tomaat. En verse koriander gaat er ook nog een beetje in. En dan zijn we klaar. De kooktijd is bijna 2 uur. Mijn dochter, die heb ik uitgenodigd om te komen koken. En zij zei, ja, ik ben een langzame koker. Ja, dat kan niet. Je kan niet langzaam orde uit chaos scheppen. Dat gaat in 1 keer. Begrijp mij goed. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de Hashemayim,
als in Haares. Geef ons wil tot koken. In plaats van kant-en-klaar maaltijden bestellen en maar vertrouwen. Dat is zo slecht. Je haalt je ingrediënten bij de Turk of de Iranier of de Koerd en je maakt er wat van. Ja, pas op hoor, ik ga zingen. Zo. Maak er wat van, maak er wat van. Ja, je moet het doen. En een boerenkorst is het best te doen. En maak je eigen boerenkorst. Maak een boerenkorst. Je kan ook werken met kokosmelk. Dan doe je op het moment hè, dat het vocht erbij komt, heb je een pannetje, dan doe je kokos in en allemaal een nare ellende. Van mijn part de verse Madame Jeannette. Dat maakt niet uit. Dan doe je kokosmelk erbij. Ja, kijken wat er gebeurt. Ik bedoel dit heel liefdevol. En ga op zoek naar mensen waarvoor je kan koken. Waarvoor jij orde kan scheppen uit chaos. Ja, Allahu Akbar. Zeggen de Arabieren. God is groter. Zeggen de Arabieren. Ik heb respect voor mensen. Het laatste heb ik een boerenkorst gemaakt. Zo'n Mohammedaan die er werkt. Maar die staat onder zijn familie en dingen. En die mag alleen maar heelal eten. Hij rook mijn rundvlees. En hij wilde dat eten. Hij wilde dat proeven. Maar dat mocht niet van zijn geloof. Want dat was niet heelal. Dus dat wordt weer de volgende strijd. Dat ik een boerenkorst ga maken. Dusdanig. Dat hij mee eet. Als jij kookt, dan wil je dat die mensen waarvoor jij kookt, lekker gaan poepen. Met een hete anus. Ja, dat is mijn ding. Dat als je eet, dat je heet moet eten. En je kan zeggen, ja, Biggy, jouw gezeur met heet eten. Ik doe liever een injectie van viezer. Ja, ik vind het viezer. Dat vind ik een vieze injectie. Viezeriaan. Ik heb gewerkt voor Pfizer. Ik weet precies waar die meuk mee bezig is.
Ja, beter ga je heet koken. Een advies. Ik wil niet zeggen dat het beste advies is. Maar ik wil wel zeggen dat ik echt boven de 45 minuten ben. En jullie denken nu van, tell me more, tell me more. Ja. En nu is het afgelopen. Oh, het maakt niet uit wie je dat man. Kartonbrood met krantensaus. Hoe lekker zal dat zijn als jij de kok bent? Met veel liefde en veel respect en uit angst voor mijn vader. Zeg ik, dag lieverds.